Hé, hey, vakantie was te kort, man. Bro, deze school denk ik heb geen leven of zo, hè. School voor die zusjes plakken, man. Ja, man, je hebt gelijk. Sowieso, broertje. Ik had weer zo om te beginnen. Vakantie zijn echt saai. Bro, je bent een rare kill, man. Hé, hey, wat doe je, man? Ik zweer, ik had ze moeten. Goh, hij is moe van, Matty. Oh. Ik wil weten wie je bent. Meisje zonder naam. Mysterieus meisje. Meisje zonder naam. Mysterieus meisje. Meisje zonder naam. Mysterieus meisje. Meisje zonder naam. Meisje zonder naam. Woon je ver van dichtbij of in de buurt? Ik hou de tijd in de gaten zolang het duurt. Huh? Oké, ja. Wie, ja, ik heb met haar samengewerkt in de vakantie. Als bijbaan. Hoe heet ze? Sirena? Ai, vanaf nu is jouw bijbaan haar voor mij fixen. Huh? Oké. Okay. Hoi, hoi. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, dames. Ik ga nooit eskissen. Ben je serieus? Meen je dit? Welkom allemaal. Nou, we gaan starten met het hiphop project. Dat duurt 6 weken. En ik ben benieuwd of jullie mij kunnen vertellen wanneer het hiphop is ontstaan. En dan kijk ik in het rond. Zie ik 1 vinger. Eski, is het toch? 2 vingers. Eski? Nee. Ik wil weten wie je bent. Zij is echt lekker, man. Mysterieus meisje, meisje. Yo, waarom kijk je zo naar me? Heb ik iets in mijn oog? Nee, je hebt niks. Oké, maar hoe heet je dan wel? Ja, ik heet Achmed Mustafa, maar de meeste met Eski. Maar je weet zeker niet meer hoe ik heet. Shirley? Shirley? Hoe kom je daar nou bij? Ze weet hond van mijn buurman. Lijkt op een hond. Oh nee, zo bedoelde ik het niet. Ja, ik bedoel Serena. Eski, weet jij het antwoord? Nee, meneer. Wat was de vraag? In welke periode heb je ontstaan? Heel goed, Serena. Hoe was die feest gisteren? Bro, was kapot gaan. Ik had helemaal een broek gemaakt. Chima is aanwezig en zo. Oeh, de. Waarom kijk jij? Maar broer, die Chima zit in jouw klas, toch? Wie is Serena? Ja, zij. Broer, weet je wat je doet? Je geeft straks mijn nummer aan haar en zegt tegen haar weer met je praten. Wat, kun je niet zelf je nummer aan haar geven? Hey, of zo? Ewa! Oh, een nummer. Welke nummer? Bro. Ewa? Wat doen jullie? Wat doe je? Doe je gewoon chillen? Moet ik iets doen dan? Moeten we iets doen om hier te chillen ofzo, broer? Fuck hem. Alsjeblieft, man. Broer, zulke mensen maken me apart. Stil. Ja, is goed, broer. Hé, hey, luister, boys. Als jullie mij allemaal 1 euro geven, heb ik die 5 euro, heb ik die lotto. Ik heb die lotto echt nodig. Wallah, ik heb hem echt nodig. 1 euro, boys. Allemaal 1 euro. Stil, sahbi, man. Zijn je geboord of was je op je achterhoofd gevallen? Ja, ik kom zo bij jou terug. Als je mijn neef nu was, had ik je kop zou geven. Wallah. Waarom, man, sahbi? Wat lach je? Moet ik over jou beginnen? Deze man werkt bij Bats. Ja broer, ik weet het. 3 euro per uur. Ben je junkie, ben je leefloos. Ik moet ergens beginnen. Ik ga jou eentje geven. Ik ga hem eentje geven. Rust. Nee man. Rest, hè? Je moet voortaan stil zijn. Thanks, Nico. Je moet stil zijn. Waarom praat je zoveel? Waarom? Wat doe je, man? Pak, hè? Ik wil van één serieus. Hoe kan je het niet zijn? Niemand. Hoi. Hoi. Hoe gaat het? Goed met jou? Ja, gaat wel. Oké. Ja, Tyron vroeg of ik zijn nummer aan jou wil geven. Wie is Tyron? Heeft hij zelf geen mond? Ja, Tyron is een vriend van mij. Ik zat vanochtend om te praten met hem. Dacht ik aan mij, hij is niet mijn type. Neem maar zo zijn nummer, ik wil zeggen dat ik niet hoor. Oké, geef maar. Alsjeblieft. Ja, thanks. Waarom ga je eigenlijk met hem om? Als je mij nummer had gevraagd, had ik het wel gegeven. Zijn ergens die niet gebruiken, kan je het naar mij geven. Hey. Vakka? En?
Heb je er voor me gefixt? Ik heb een nummer gegeven. Wat zei ze? Niks. Hoezo niks? Nee, wat zei ze? Niks, ik heb wel je nummer gegeven. Het is jouw schuld als ze me vanavond niet appt, hè? Hoezo? Ik heb toch je nummer gegeven? Volgens mij ben jij zelf, hè? Maar geen stress, het is niet op jouw niveau, broer. Is goed. En ik heb nog huiswerk voor je. Maak deze en neem morgenochtend mee, hè? Oké. Je moet zomaar nablijven bij de meneer van Tromp of zo. Even lekker, ik zie. Hey. Hoi. Ben je iemand aan het wachten? Ja, ik ben aan het wachten op mijn vader, maar zoals gewoonlijk is hij weer eens te laat. Heb je geen OV-verzoek? Jawel, maar ik ben vandaag jarig en na school zouden we samen gaan eten. Oh ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Shit, wat ga ik tegen haar zeggen? Tyron is wel een goeie jongen eigenlijk. Oké. Okay. Ja, ik zit met hem in de brugklas. En sindsdien zijn we vrienden gebleven. Ja, dat kan best zo zijn, maar hij is niet mijn type. Dus ik ga hem sowieso niet appen. Hoezo niet? Omdat ik hou van jongens die slim zijn en niet zomaar druk doen en zo. Ja, ik ook niet van drukke meisjes. Waar hou je wel van dan? Ja, gewoon een beetje rustig. Gefocust op school. Oké. Okay. Shit. En nu? Hoe was je de schooldag? Ja, het was best wel oké, alleen ik begrijp nog steeds niet waarom ik voor economie heb gekozen. Ik begrijp er helemaal niks van. Ja, ik zat er niet voor economie vorig jaar. Echt? Ja? Jij gaat me sowieso bijles geven. Hier, mijn telefoon. Kan je nummer inzetten en als ik iets niet begrijp, dan kan ik je appen. Oh. Hallo? Bent u er al? Is goed, ik kom eraan. Mijn vader is er, dus ik zie je morgen, ja? Ja, oké, is goed. Fijne verder nog. Dankjewel. Jullie krijgen een poëzieopdracht. En een onderdeel daarvan is het schrijven van een eigen gedicht die je voordraagt in de klas. Waar gaat dat over? Ik was nog niet klaar. Het is een opdracht die jullie in groepjes van twee mogen maken. En de voordracht die bepaalt jullie helemaal zelf hoe het eruit ziet. Dus Serena, onze zangeres, die zou haar gedicht kunnen zingen. Zou je dat willen? Ja hoor, en ik zou dat graag met Eski willen doen. Meen je dit?